Prachtige herfstdag was het vandaag met schitterende kleuren zoals hier ook mooi te zien is op deze foto. Weinig bewolking. Morgen ook nog lang heel mooi weer. Later op de dag neemt wel de bewolking toe. Ja, en het was zo mooi weer dat je ook heerlijk een stukje kon gaan varen zoals hier in Winterswijk. Lekker in het zonnetje, nauwelijks bewolking was er aanwezig. Dat gaat wel weer veranderen, maar het duurt nog wel even. Vanavond en vannacht is het helder en morgen schijnt ook nog lang de zon volop. Niet gehinderd door enige bewolking, maar deze wolkenband komt langzaam maar zeker wel dichterbij. En dat betekent dat we morgen in de loop van de middag vanuit het zuidwesten die bewolking gaan zien. En later gaat er ook wat regen vallen, vooral in de avond. En dan komen we ook echt in een wat wisselvalliger weerpatroon. Zowel op zaterdag als op zondag moeten we toch wel rekening mee gaan houden dat er van tijd tot tijd een bui kan gaan vallen en dat er zeker ook meer bewolking aanwezig is. Maar morgenochtend beginnen we prachtig mooi. In heel het land schijnt de zon nog volop en de temperatuur die loopt gestaag op. Vanuit het zuidwesten gaat dan wel de bewolking in de middag toenemen, maar dan is het inmiddels zo'n 16 tot 18 graden geworden. Aan het eind van de middag kan er misschien in Zeeland al een spatje regen gaan vallen. In de avond zal die regen langzaam maar zeker verder het land intrekken. Of het overal gaat regenen, dat is nog maar de vraag. En dan de dagen na het weekeinde. Ik gaf het al aan, ja, dat wordt dan echt wat wisselvalliger. Op zaterdag vallen er een paar buien en is er meer bewolking aanwezig. En de temperatuur loopt niet meer zo hoog op. 15 of 16 graden gaat het worden. Dat geldt ook voor de zondag. Met in de loop van de dag echt wel wat meer regen. Lokaal kan er dan flink wat water gaan vallen. En maandag ziet er ook wisselvallig uit. Met temperaturen die weer wat lager worden. 12 tot 14 graden. En dan is natuurlijk de grote vraag, gaat de temperatuur weer terug omhoog? Nou, als we naar de pluim kijken, dan denk ik dat eerlijk gezegd niet. We zien heel duidelijk nog op vrijdag die wat hogere waarde. In het weekend dan al iets lager. En dan gaan we begin volgende week nog een treetje naar beneden. En uiteindelijk gaan we uitkomen bij maxima zo tussen 10 en 12 graden.